Beste YouTubers en YouTubies, afgelopen week kreeg ik een brief binnen dat ik mijn boek kon komen ophalen bij de boekhandel. Loop ik daarheen, kan ik een half uurtje daar wachten voordat ik aan de beurt ben. Als ik helemaal aan de beurt ben, pakt die vrouw een doos met een naam die nog niet eens een klein beetje op mijn naam lijkt. Kon ze weer mijn naam gaan zoeken bij de boekenhandel. En dat duurde nogal lang. Waardoor ik dus weer een kwartier heb kunnen wachten. Dan begrijp je al wel dat ik niet al te vrolijk meer reageer. Want ook al lijk ik vrolijk, af en toe kan ik ook wel een klein beetje boos worden. Een klein beetje maar. Dat is hetzelfde als dat je denkt dat je op tijd bij een bushalte aankomt. En je ziet die bus net voor je neus wegchasen met een vaart van hier tot aan Tokio. Dan baal je. Dat is hetzelfde als appelstroop zonder appel. Dat kan je niet maken. Dat kan gewoon niet. Of dat je net naar de winkel gaat en dus misschrijft wat ik al eerder heb vernoemd. Dat kan gewoon niet. Wat ik eigenlijk ook wil vertellen tegen jullie is dat het dus niet altijd even leuk is hier. Ik heb nou nog bijvoorbeeld een week vakantie. En dan kan je eerlijk vertellen, met dit weer is er toch helemaal niks te doen. Dat kwam er trouwens wel heel vaak uit, hè? Nee, maar wat ik eigenlijk wil weten van jullie is, hoe gaan jullie om in dat soort gevallen? Wat is jouw reactie als die bus net voor jouw neus wegrijdt? Of als dat jij je fiets nodig hebt, dat die band dan helemaal lek is? Of wanneer je misgrijpt naar dat ene blikje? Hoe reageer jij? Blijf jij dan rustig en heb jij zoiets? Wow, het maakt niet zoveel uit. Of denk jij bij jezelf? Dat kan natuurlijk ook nog. Laat gewoon die reactie achter. Kijk een keertje op mijn Twitter, die staat nou in beeld. En zoals ik altijd zeg, vlog on.